het zo hartverwarmend. Al die berichtjes, het doet me heel veel en het geeft me ook weer extra kracht en energie om, ja, om toch weer een stukje verder te komen. Ja, ik vind het heel bijzonder dat allemaal mensen die ik niet in het echt ken, ja, mij zoveel lieve berichtjes sturen. Dat, ja, dat doet me echt heel veel en dat wilde ik toch ook eventjes kwijt. Nou, ik dwaal gigantisch af, geloof ik. Dan hebben we mijn breiwerk. Daar heb ik wel weer wat aan gewerkt. Even kijken, waar is de steekmarkeerder? Hier. Ja, toch een mooi stukje, zeker omdat het hele lange toeren zijn inmiddels. Ik ga de steekmarkeerder verplaatsen naar waar we nu zijn. Ja, hij wordt heel gaaf. Ik kan hem nog niet helemaal volledig laten zien, omdat het een nieuw patroon van me wordt. Maar van de kleuren word ik zo blij. Ik ben nu met de vijfde kleur bezig en er komen dus nog vijf kleurtjes bij. Dit is een katoen fade set van de draadzaak van Wendy. En die heeft dit in 10 verschillende bolletjes gekleurd. Ik ga even krinkelen. Kijk, hier zijn de andere bolletjes. Gaaf, hè? Hij loopt er vanaf hier zo die kant op. Ja, ik werd er helemaal blij van toen ik het zag. En het breidt heerlijk weg. Het is vingering garen. Mooi dun. Heel soepel en zacht. Ja, daar word ik helemaal blij van. En die woont in mijn kattentasje. Oh, sorry voor de herrie. Dat is even mijn motoriek die even iets minder is als dat ik wil. Dat was mijn boldraaimolen die ik liet vallen. Maar ook deze woont in een tasje van hobbybags. Van Inge. Ja, met allemaal vrolijke poesjes. Ik zag hem en was meteen verliefd. En wat ik heel leuk vind, die laat ik er ook lekker aanhangen, is een steekmarkeerder waar Inge zelf als tekening op staat. Ja, helemaal gaaf. Nou, die gaat ook weer aan de kant. En dan hebben we mijn omslagdoek waarmee ik bezig ben. Alle bolletjes heb ik zelf geverfd. Ik ben nu begonnen met groen. En dan hierna komt er nog oranje. Ja, ik vind hem helemaal leuk worden. Ik word heel blij van hier aan haken. Het wordt echt een omslagdoek die heerlijk is op de koele zomeravonden of in de herfst. Dus ik heb nog eventjes om hem af te maken. Maar ja, ik word hier echt heel blij van. Hiervan ben ik ook het patroon aan het uitwerken. En hij ligt al bij de eerste tester. Dus ja, deze hoop ik toch wel op korte termijn af te kunnen maken. Ja, en dan mijn fractal. Hij is nog niet af. Vorige week gaf ik aan. Ik ga even mijn tablet erbij pakken. Even voor jullie langs. Even kijken hoor. Vorige week vrijdag moest ik nog 11.000 kruisjes. En deze week heb ik, ondanks dat ik me dus een paar dagen heel beroerd voel, 8.299 kruisjes gedaan. Dat zijn gemiddeld 1185 kruisjes per dag. En dat betekent dat ik nog maar 2935 kruisjes hoef. Dus volgende week ga ik jullie, ja, dat durf ik wel te zeggen, een finish object laten zien. Kijk, hier zie je het. Ik ben op, even goed, hier op 98,4%. Dus hij gaat nu echt heel hard. Hoeft nog maar een paar kleurtjes. Ja, dat zie je ook wel. En het borduurt ook echt al heel lekker weg. Dus dat is heel fijn, doordat het ja, duidelijke vakken zijn. Ja, ik word hier zo blij van. En zeker dat ik nu weet dat hij bijna af is. Ik ben heel benieuwd hoe lang ik er nog over ga doen. Maar nou ja, dat merken jullie vanzelf. Zodra die af is, zullen jullie hem ook zien op Instagram of Facebook. Maar dit is echt wel mijn topdoel van aankomende week. Is mijn fractal afmaken. En als die af is, dan ga ik even flink bijborduren bij de projecten die ik nu even heb laten liggen. Maar ja, ik heb dus even een bewuste keuze gemaakt om even een aantal projecten op pauze te zetten. Zodat ik lekker met de fractal bezig kan. Want ja, het einde is nu echt in zicht. En dan is het toch wel leuk om een soort van eindsprintje te maken. Ja, dit was alweer mijn weekvlog van deze week.
een gekke week. Een week waarin weer heel veel gebeurd is. Ik hoop dat ik aankomende week weer lekker kan opknappen. Minder op bed hoef te liggen. En dat ik jullie volgende week weer zie. Vergeet geen abonnee te worden van mijn kanaal als je nog geen abonnee bent. Duimpje omhoog vind ik super. En van jullie reacties, ja, daar geniet ik enorm van. Dat geeft me enorm veel energie. Dus ga vooral zo door. En ik hoop echt tot de volgende keer.